Ik stuitte eigenlijk op de persoon Lou Tellegen toen ik ging researchen naar Sarah Bernhardt, een hele bekende Franse toneelactrice begin 20e eeuw. En toen ontdekte ik een Brabander die met haar had gespeeld, die model had gestaan voor Auguste Rodin, die de eerste en grootste Nederlandse Hollywoodster was ooit. En waarom ken ik die man niet? En altijd als ik mezelf die vraag stel, waarom weet ik dit niet, dan denk ik, ik heb een onderwerp gevonden. Dus dat was met Lou het geval. Een ontzettend rijk en veel bewogen leven. Ja, en daar wilde ik een tegenkleur aan bieden in de vorm van een van zijn maîtresses en vrouwen. En ik had nogal wat keus. En dat was Geraldine Farrar, een Amerikaanse operaster. En zij was in zoveel opzichten heel anders dan hij. En je ziet eigenlijk al waar het fout kan gaan. Maar die liefde was heel groot en belangrijk. En ja, het was een tragische, grote, waardevolle liefde waar ik heel veel in kwijt kon. En zo had ik mijn verhaal eigenlijk gevonden.